begonnen schillen. Die niet, die wel. Nu opnieuw. Opnieuw. Nou, hier zit dus het, de ossenhaas. Die zit in de oven, de stoomoven. En dat moet een uur garen op 5. Ik ben een ouderwetse manier, ben ik de appels aan het uitsteken. Ondertussen door een beetje vallen. Ondertussen. Ze staat een hele tijd te filmen. Dat is prima, nee, maar dit kun je niet met z'n tweeën doen. Maar dat weten we. De appel. Nee, nee. Dit is met kroos en zonder kroos. Dat doen we met de ouderwetse appelboor. En het lukt best aan. Karientje. En daar is het lief schat. Dat is heel interessant. Dat deed ik eerst met de kaaskaaf en nu heb ik een dun schillen, maar nu ga ik het wel doen. En nu ben ik een woordje laten zien. Rillet van gerookte forel met zoetzure punten. Ja. Fabienne, plukken! Ik ben aan het plukken! Forel! Ik heb niet het gevoel dat dit heel serieus gebeurt, Jan. Ja, dat heb je dit vaak is een. Ja, Renate, ik ben niet altijd tijdens het koken gelachen moet worden. Je brengt ons in verlegenheid. Ja. Hoezo, ik breng jullie in verlegenheid? Ja, we waren zo goed. Maar we hebben je mee ingewild, Kering. Wat voor niet? Want, wat ben je aan het doen? Ja, ik ga een foutje. Nee, ik wat heb je dan gedaan? De opbouw. Oh, dat was ja, dat nee, maar dat ga ik niet. Marina is aan het huilen. Marina, waarom moet jij zo huilen? Ik heb pijn, ja, dames, wat zijn jullie aan het doen? Ik ben een kanonnetje aangeraakt. Oh, wat leuk. Rillette van een kinelle. Nee, echt waar? Ja, is van forelfilet met augurk. Mierenwortel, en daar zit het bij paprika, paprika in de oven, even met basilicum en olie. En dit is het mooiste. Ik vind het eerlijk dat wij uit het noorden een keer een stuk moeten rijden. Ja, ja, nee. Eerlijk is eerlijk. En we nemen, jij wil dus een kleine mini koekje voorbij. Jij wil hiermee zeggen dat jij dus kippenbouillon met een uitje, wortel, bleekselderie. Ja, en een rode curry zit erin. Dat maakt het lekker pittig. En dan hebben we een torentje zit daar binnenin van knolselderij geblancheerd. Ja, ja. En een vinaigrette even geroerd. Nee, en daarbovenop zit een schuim van slaap. Het zijn niet tanden, ze zijn dat ik kan zorgen dat dit gelijk wordt door alles af te zagen en te krijgen. De schaamde tanden nu, ik zal nu nog van. En dan kijk je hier naar zo'n beetje. Van ossenhaas met kalsjoen met een kaart Marloes uitjes. Het zijn gewoon kleine gewone uien. Het is een mousseline van aardappel en wortel. Ja, Karin en ik hebben in eerste instantie, ja, of zijn begonnen met het appelfrutseltje. Het is een soort, heel mooi geworden. Tartar, omgekeerd is hij gebakken in een. Maar we hebben hem blijkbaar niet genoeg geboterd. Maar hij is er toch best wel redelijk van. Heel mooi geworden. Niet genoeg geboterd. Ga niet uit, maar daarnaast mij zit de koker. Die heeft een speciale ding. Ik kan vertellen wat er in die butterscotch zit. En lekkere ingrediënten. Maar hij ziet er professioneel uit. Kijk, dit is Chris suikerwater. Dat is ook veel te veel. Met slagroom. En daarnaast nog een heleboel. Boter. Ik werk zo klodder. Dat kon er niet genoeg zijn. Monteren. Het is gemonteerd met boter. Maar we hebben niet met Tina, even leuk kijken. Even, juist. Ja, Bettina is aankomen schuiven. Bettina, wat ben je aan het drinken? Een glaasje groene wijn natuurlijk. Ze verdient. Na al dat harde werken. Daar zijn die meisjes weer op de plets. Hij was wel gekomen. Ja, dat is wel. Ja, dat is wel. Hallo.
Wat wil je, Karien? Ik zit net even tegen die Mini Mouse aan te kijken. Zo'n Mini Mouse! Marijke, het komt goed. Het komt goed. Het komt goed. Kunnen we niet een keer gaan wandelen met al die honden? Lieve leiders, gaan wij rijden. Hey, Jill, heb je een goed idee voor de volgende keer? Wat van alle handen onder de deur? Ja, die kleintjes gaan kleuren. Ja, maar kunnen we die kleintjes? Ja, nee, dat snap ik. Maar. Dat vind ik echt heel goed. Kunnen we een keer met al die honden gaan wandelen? Dat lijkt me ook wel. Lekker zien. Ja, maar dat moet wel. Nou, een vriendin van mij die werd 50 en toen gingen we gezamenlijk, kregen we een flirtcursus. Toen moesten we opeens in Utrecht zijn bij café Broers, geloof ik. En dan kwam daar een of ander vreselijk lekker ding binnen. Een vreselijk lekker ding? Wij lachen, joh. Een man. Een man, ja.